Shangdeo Mengadi. Voordat wij deze video gaan beginnen, je moet nu binnen 5 seconden deze video liken voor superveel geluk voor in de rest van je leven, oké? 1, 2, 3, 4, 4,5, like dan, je kijkt zo naar je scherm, maar je likt niet, like 5, kijk, nou maar, Shangdeo Mengadi. 2000 likes zou echt super awesome zijn. Vergeet niet te subscriben om lid te worden van King Almighty Family. Helemaal gratis. Tegenwoordig kost naar de wc gaan om te poepen geld. Maar subscribe op de family is helemaal gratis family. Let's go. Het is oorlog time, brothers. The King Almighty Family. Tegen 97 andere mensen. De titel van de video van vandaag is... You know what, Shangdeo Mengadi. Ik hoef niet uit te leggen wat dat betekent, want jullie weten, dat is gewoon King Almighty, klaar. Klaar, meer hoef ik niet te zeggen, let's go, kijk en leer. Hierbij verklaar ik 2000 verdoemd door de King Almighty family, brother, let's get it, yeah. Oh man, family, oh hij pakt mijn wapen, shit. Wat wij gaan doen, family, is deze potje natuurlijk een winnaar. Oh, shoot. Als wij een goede lootplek kunnen krijgen, want alles wordt zoals jullie zien gepakt. Oké, ik heb geen kat en wapen, bro. Ik heb gewoon geen kat en wapen gekregen. Dit is zo jacked up. Like, ik heb gewoon geen wapen gekregen. Oh ja, een pump. Lekker. Thank you, buddy. Nu heb ik überhaupt een wapen om iets mee te doen. Come here, bruh. Oeh, long barrel, die wil ik wel. Kijk, ze gaan naar beneden. Ik heb één pump. Zo, je gaat mij niet dood, gek. Die gozer wilde echt niet doodgaan. Thank you. Doen deze zo, doen deze zo, doen deze zo, deze zo. Let's go, family! Nu hebben we wapens! Set your ass down, son! Oeh, C4. Oh shit, ik hoor. Ja, C4 heb ik nodig. Die C4 heb ik. Ah, is eentje maar. Oké. Hoe de heck moet je het aanpakken? Zo dus. Zo, daarom hou ik ook van die impulse grenade, jongen. Shit, you was down, son. Oh, hoe overleef ik dit, bro? Zo erg bedankt voor die impulse, jongen. Oh, daar is iemand. Zo, headshot! Family, ik denk dat het tijd is om weg te gaan, hierop. Oké, het is een beetje chaos. Ik moet echt even weg van hier, even houttakken, even met en zo, want... Zo ga ik niet ver komen. En ik wil natuurlijk een potje voor jullie winnen. Oeh, is het betere. Ah, laat maar. Ik ga even kijken of hij zo is geloot. Misschien kan ik hier wel wat moois vinden. Nope, alles is geloot, man. God damn it, son. En dan hebben we sowieso veel mensen, man. Dan hebben we heel de huizen leeg gehad, team. Hak, hak, hak. We gaan even doorkijken. Ik wil weg, maar de verleiding is te groot om te... Ga, ga, ga. Fuck, natuurlijk wordt het gegeven, man. Natuurlijk word ik gegeven. Helemaal voor saus.
Oké, nu moet ik toch echt weg, man. Als ik nu ga blijven... Oh, medkit. Als ik nu ga blijven, dan vraag ik er echt om. Nu moet ik gewoon echt weg van Tiltow's family. Sit your ass down, son. Damn, die long barrel sterk van zo dichtbij. Shit, boy. Wegwezen van hier. Tenzij er nog geen huis is genoeg, dan moet ik wel even snel die huis gaan checken, man. Oh, chest. Chest. Niet mijn sniper, niet mijn sniper, niet mijn sniper, niet mijn sniper. Weg, 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 weg. Kom, shield, 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 shield. Ja, lekker, jongen. Lekker, man. Dit had ik nodig. Oké, nu moet ik echt uit Tilt Towers om even boompjes te gaan zitten hakken. Gewoon simpel weg voor meds. Alles is gelukt, man. Kijk, dit is een chest dat zweeft in de lucht, bruh. Alleen in Tilt Towers krijg je zulke dingen zien. Ik hoor nog een ondergrondse chest family, maar ik weet niet of het zo slim is om hem te pakken. Maar ik ga het alsnog doen. Ik hoop dat ik niet gepusht word en ik krijg helemaal gewoon shit, ja. Dat weet je. Dat is niet waar ik op gehoopt had. Maar dat maakt niet uit. We hebben echt hele goede loot family. We hebben Scar. We hebben de gouden long barrel. De gouden P90. Yo! Nu nog een groot shoot van de 200 HP en natuurlijk super veel hout. En dat komt goed. Kijk, daar zie ik nog een mooie medkitje. Die ga ik ook pakken. Dan drop ik mijn grenades. Misschien zitten we nog meer daar voor ons. Wie weet, family. Wie weet. Als je veel meds hebt, dan ga je altijd zelfverzekerd in een fight. En het is zo belangrijk om zelfverzekerd in een fight te gaan. Want als je in een fight gaat met een enemy terwijl je aan het twijfelen bent. Ja, dan gaat het niet zo goed. Meestal. Het is... Niet geloot of... Niet geloot. Oké, dan mooi. Oké, dan mooi. Kijk, zie je. Daarom ben ik dus naar deze plek gekomen. Voor dit. Voor dit. Het is niet geloot. Maar er zijn nog super weinig mensen over, man. Kom op, man. Ik wil een beetje kills pakken, fam. Eigenlijk wil ik doorlooten, maar nee, ik ga wel niet doen, man, fam. Dat gaat veel tijd kosten, man. Ik wil kills pakken. En ik moet nog hout gaan hakken, dus ik moet gewoon weg van hier. Let's go. Ik had wel verwacht dat hij zo nog... oh, shit. Die airdrop die komt gewoon daar. Oké, die airdrop die moet ik wel pakken, jongens. Die kan ik niet skippen. Dus dan krijgen we jump pad, bounce pad, iets handigs. Waar komt de volgende cirkel? Oh, oké. Dat is echt best een goede plek. Niks te klagen. Dan pakken we deze en misschien krijgen we een jump pad ofzo. En dan gaan we gelijk weg van hier. Misschien komen we nog een enemy tegen. Dat is natuurlijk helemaal mooi. En we ja, daar is een enemy. Oké. Hij heeft mij gezien. Dan gaan we snipen. Hoorde ik naar iemand? Pansoelen. Mushrooms. Oh ja, ik zit vol. Hak, 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 hak. Gaat die enemy pushen? Waar is die airdrop? Oh mijn god, het is gewoon een bug! Het is een bug! Oh nee, het is geen bug. Wat? Je zag die airdrop niet. Wat heb? Hij was onzichtbaar en nu zie je hem ineens. Oké, bounce pad, dat is hartstikke mooi. Minis. Oké, mooi. Die porta voortrekt ze zo hoeven niet, man. Ik moet mijn ruimte bewaren. Oké, nu ga ik rennen, jongens. Nu gaan we rennen. We gaan naar de laatste cirkel. We gaan iedereen afzachten. De kills pakken en deze potje winnen, man. Let's get it. Ik heb nu zo heel erg denderend veel mensen. Ongeveer 600 bij elkaar of zo. Ja, 700. Dat is wel wat, maar ik weet niet, man. Tegenwoordig, weet je, zoveel enemies die kunnen gewoon redelijk builden. En dan kunnen we in een building fight met hun. En dan ben je zo out of match, toch? Oké, ik zie daar rechts een enemy. Kijk daar, hij loopt daar. Wat je wil gaan doen? Ja! Huh! Huh! Pushen! Dat is onze oorlogskreet vanaf vandaag, family. Let's get it. Kijk hem daar, kijk hem daar campen. Oh man, wat moet ik toch met zulke enemies doen, family? Wat moet ik toch met zulke enemies doen, family? Like serieus, bro. Tipsen. Noobie. Hij heeft een long barrel, hè. Dit zijn van die enemies dat hij in een hoek campt in een huis of zo. En als je die huis binnenloopt, dat of hij wordt gekilled door een trap, of hij staat daar om de hoek met een long barrel en krijgt gewoon één dikke headshot ermee ga ik dood. Zulke enemies haat ik, bro. Zulke enemies haat ik. Let's get it, family. Let's get it. Oké, dan. Ik hoorde iemand snipen in de cirkel. Dus er is al een fight gaande. Helaas heb ik geen jump pad, anders had ik een super pad gemaakt, samen met een bounce pad. Ja. Dit is nu een beetje opgelet geblazen, jongens. Want we kunnen nu van elke kant gepusht worden. Ik ga denk maar op deze berg. Om te observeren waar de enemies een beetje zijn.
Misschien kan ik nog een paar enemies hitten of killen vanaf de berg met mijn scar. Want dan hebben we natuurlijk een hele goede range. Beetje tap fire, fair shot accuracy. En ik heb bounce spread, vandaar kunnen we altijd nog mensen pushen. Nee, ik wilde nog hoger high ground. Heb ik trap? Nee, ik heb geen trap. Hier is iemand. Ja, zie je? Ik wist het. Ah, ik blijf hier, blijf hier. Pushen. Hij is weggerend. Ik krijg de kill niet. Bastard. Is hij nou dood? Shit. Ik wil hem pushen, maar die bovenste... Weet je wat? Fuck it. Ik hoor zoveel rift dat ik gewoon bang van word. We gaan allemaal komen om te pushen, man. Nee, ik moet reloaden! Oh, jij bent nog lang niet van me af, bro. Waar is hij? Waar is hij? Pussy! Ik hoorde al 2 kills erbij te krijgen, man. Ik heb ze allebei niet gekregen, bro. Als mijn P90 in was gereload, jongen. Skip dit. Wat is nou zo moeilijk? Je moet niet zo moeilijk doen, bro. Oké. No problem. Doen we gewoon zo. Ik ben gewoon... 2 kills zijn van mij gestolen, family. Onthoud, 2 kills. Ze waren allebei one shot. 2 kills. Ik heb het allebei niet gekregen. Ik hoor nu al 10 kills te hebben. Laat me deze medkit innemen. Ik pak die minis en ik ben weg. Ah, man. Come on, family. Come on. Pussies. En dan gaan ze eerst met je in battle, en daarna eindstand vluchten ze gewoon weg. Dat haat ik zo erg. Let's go. Man, deze long barrel is sterk, hè. Oh, shit. Oh, dat is wel een hevige battle daar. Hup. Oké. Okay. Ik denk maar dat ik links ga pushen, want links heeft een hele zieke high ground. Maar wat links niet beseft, is dat ik hem zo kan neerknallen. Wat een bastard, hij gaat dood. Geen damage, niks. Op tijd naar beneden gaan. Oké, we gaan hem even pushen. Zo. Niet weggaan van mij, want er rennen vandaag al genoeg mensen weg van mij, bro. Dus blijf maar gewoon hier zo. Dat is het best voor je. Er is daar nog iemand, hè. Hij heeft zichzelf dichtgebeeld. Daar binnen in die huis iemand. Daar binnen, daar achter. Ik heb geen warmmachine, helaas.
Gaat die jumppad gooien. Pussy. Ik ben bang dat iemand anders me gaat snijpen, man. Mike, joh. Wie schiet er dan de hele tijd? Ik snap het niet. Iemand is de hele tijd aan het spook schieten ofzo. Maar waarom schiet hij dan niet op mij? Oh, nu pas. Maar waar schiet hij? Huh? Bro, is dat een hacker ofzo? Is hij ondergronds ofzo? Family, ik weet oprecht niet van waar hij schiet. Oké. Dit is wel echt pretty eng. Dat dit gebeurt. Maar ik wil allebei de kills pakken. Kijk, daar is eentje, daar. Laat hem maar komen naar mij. Dat wordt een mooie battle. Hij gaat snipen. Maar is dat hem? Maar er is er nog eentje. Die moet niet onderschatten. Dus kan gesnipt worden. Mooi. Met hem wil ik betteren. Wacht, ligt er misschien een warm machine voor mij? Even kijken. Even kijken of er een warm machine ligt, family. Nee, geen warm machine. Er ligt helemaal geen warm machine. Ga je nou eigenwijs doen? Ga je nou eigenwijs doen? Ik zweer het, kom battelen, vriend. Wat is zo moeilijk? Kom. Kom, gaat hem battelen. Kom maar. Kom maar. Hè? Je bent zo chique, toch? Dat is geen stress. Oh, mijn controles gaat automatisch. Wat de fuck gebeurt er? Mijn controle gaat leeg. Verder, mijn controle gaat leeg. Kijken. Oh shit. Oké, dat is niet fijn. Ik Error. Jongens, ik schoot daar niet, hè. Hij bleef maar gewoon schieten. Hij bleef automatisch doorschieten. Terwijl ik die knop al lang had losgelaten. Ik heb geen tijd om de lader in toe, man. Die lader is helemaal hier rond die kast. Die enemy gaat me al lang pushen. Als ik dood ga, jongen. Met zijn minigun. Hè? Zet je ass down, Sam! Zet je ass down, Sam! Zeg maar. Oh, hij kan me gewoon pakken, jongen. Hij heeft ook een warmmachine. Hallo. GG! Family, bedankt voor het kijken naar deze geweldige video. Vergeet niet te liken. Subscriben. Ik ga jullie morgen weer terugzien met een nieuwe video. Peace.